Rondom de speeltuin van de Nachtegaalstraat in Honslersdijk liggen sinds vorige week twee verkeersdrempels. LPF Westland wilde dinsdagavond van de wethouder weten of de aanleg onderdeel is van nieuw beleid. Of dat er sprake is van een vroege 1 april grap. Ja, is geen 1 april grap. Wat daar gebeurd is, die drempeltjes, het is misschien wel wat laat gerealiseerd, maar dat is nog een onderdeel van de problematiek van de Nachtegaalstraat. En de bewoners zelf kwamen met de klachten dat er in die achtergangetjes met scootertjes gereden werd. Dus de bewoners hebben gevraagd om maatregelen en met de bewoners is dit eruit gekomen. De LPF wil verder weten hoe het staat met snelheidsbeperkende maatregelen op de Molenlaan in Honslersdijk. We zijn druk in overleg met de klankbordgroep, was het antwoord van Meijer. De wethouder hoopt zo snel mogelijk een oplossing te presenteren.